Yo, alpaka's, welkom in vandaag's video. In vandaag's video terroriseren mensen. En we maken een hel voor de mensen. En we vernietigen ze gewoon. Dus kijk, zien we deze arme stakers, die gaan allemaal dood. Ha 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 ha. Maar dat is een beetje toe met deze video. En die video is zo'n doortje. Dus ja, er zijn drie overlevenden. Die drie overlevenden, want ik ben er maar één. Vanwege je hebt Kippie Kip. En Kippie Kip is. Wat is dit? Oh. Ik dacht dat het eng moment nu was. Maar helaas wordt Kippie Kip een beetje krankzinnig. En Kippie Kip werd krankzinnig. En toen moesten ze weg tegen krankzinnige kip. Daar ging ze dappere bijdrink op aan. En dan kon leger ik ook die jongen. Dit is wel echt racisme. Dus het is de bruinigen die vechten voor de beetje meer witteren. Maar ik ben natuurlijk geen racist. Wat mijn mop. En wie heeft een keel? Hij heeft een keel. En heeft deze een keel? Dood. Ja, deze is een echte moordenaar. Ik ben kwaadaardig. Dan zeg ik, ga weg. En lukken, maar zijn de moordenaar. Die is laatst gestrand. En oké, dit is nog een hoop van zegen voor jou. En, oh, de moordenaar die heeft het overleefd. Oké, en dan krijg je de andere twee. Er is nog hoop voor jou. En voor jou ook. En de andere twee die hebben het ook overleefd. En nu... Wat gaan ze nu doen? Gaan ze samenwerken of niet? Kijk eens. Jullie twee werken samen en vechten voor je leven. Kijk, jij krijgt een ster. En jij krijgt ook een ster. Oké, wat gaan jullie doen? Vecht, together! En jullie zijn helemaal zo geblest. Zegen! Halleluja! Halleluja! Oké, jullie zijn ook gezegend. Een beetje, maar het stom is dat eentje van hun de pest kreeg. Die had dus die arme pers, arme ziel. Die kreeg toevallig ook een zombie-apocalypse. Deze die wordt dus binnenkort een zombietje. En. Nee, heel mooi. Zombie. Together, we big the world. Kijk, waar elf en ook meer. Kijk eens. Nou is goed, dan krijg je allemaal de zombie-apocalypse. Kijk eens. Dat die daar dood is. En die beide behandigen. Kijk, oh, die heeft de pest. Ik mag zeggen, dit ziet er ernstig spannend uit. Er komen zo bij zombietjes aan. Ik zou wel redden als ik jullie was. Want er komt een hele zombie-apocalypse aan. Oké. Ik mag zeggen, deze zijn ondertussen aan het samenvoegen. Dat is een mooi land, maar wat ze niet wisten, is dat er in de donkere kerelhoeken een team was van bloedlustige moordenaars. Het waren niet zomaar moordenaars, nee, het waren de orks. Orks zijn bekend omdat ze echte moordenaars zijn. Oké, iemand is getood en is een zombie. Oké, wacht eens. En de orks, dat zijn echte moordenaars. En dat wisten ze niet. En de orks hebben veel en veel meer. Want de orks, die hebben wel een kleine pech. Want de orks, die hebben namelijk wel een pechachtige piet. Daar kunnen ze niet zomaar 1, 3, 4 uitkomen. Dus de orks, die zijn dus redelijk ver weg. En ja, die hebben wel een goed gebied, maar is nog niet per se super groot. Ja, maar één man dacht, ik ben slim. Weet je wat ik toen? Ik gooi die muur vol met dynamiet. Dus eentje was super slim. Dynamiet. Die gooide een dikke pakwagen dynamiet overal neer. En die ging in de fik steken. Want dan moet je anders zo met dynamiet. Als je niet in de fik wil steken. En de dynamiet gaat nu in de fik. Kijk wat gaat er gebeuren. Boom! En toen was er een gat in een kwadratige muur. Ik bedoel maar niks, er is geen gat in het kwadratige muur. Het gaat blijft nog lang, jullie hebben dat nog niet ontlocht. Jullie mogen dat nog niet hebben namelijk. Ja, Ox, nu hoor me goed. Ik ben gewoon een racist. Mag jullie nog niet hebben. Dus eerst moet ik een paar junkelzaadjes neergooien. Kijk, een hele mooie blije junkel is dit nu. Oei, hoe schitterend, hè? En hoe gaat het hier? Wacht, wij zo leed, de stopjes komen deactiveerd. Ik denk dat ik jullie beide krankzinnig moet maken. Want anders is het denk ik het einde en... Oh, dus het is het einde van de stad. De zombies die komen overhouden. Maar de dwergen, dat zijn echt sterke strijders, dwergen. Dwergen, doe je ding, voordat het te laat is. Ga niet allemaal op mijn klootjes aan. Oké, ik zei niet allemaal op mijn klootjes aan. Ik heb jullie een kans gegeven. Hier ging ik zelf allemaal uiteindelijk op mijn klootjes aan. Even daarheen. Oké, ze moeten even op je buik komen. Oké, als het goed is, komen ze er vanzelf ook. En oké, eventjes daarheen, ja. Oké, wacht, ik pak gewoon eventjes die grote.
Die grote jok ook. Ik mag zeggen dat zou ik tegen het grote gebied doen. Op de getumpt. Oké, en dan weer verder. Als het goed is, horen ze nu allemaal bij de gang en... Oh nee, er zijn twee gang. Ach ja. Het zijn al Wauka. Dat was zo goed. En dan kijk ik, nee, dit is een koning. Een nieuwe. Enfin, en... Ik wacht, zijn dus deze, die gaan we wel lekker, de orks. Wat de orks niet wisten, was dat er een nucleaire atoombom. Ik vond op zijn schaarbom. De enterste en wel een stuk of... Heel veel. En daarna hebben ze een wasteland. En boom, boom, boom. Doef. De orks hadden het nauwelijks overleefd. Al met al veel tonen gevallen. Ze moest nu overleven in een ernstige wildernis. Wacht, als ik water nog gooi, hoe komt dat dan? Wacht. Dan ben je zegt op een meer. Oh ja, ik gooi gewoon over een beetje zuur neer. Hoe zuur creëer je van met dat paaien? Kijk, steeds niet krijgen het zuurpaaien. Wacht even, bakzijntjes. Bakzijntjes, het spel roept een beetje vast. Oh, laat maar. Het loopt niet meer vast. Oké, knuffs. Eigenlijk bedoel ik, oké. Deze die kunnen gewoon hun eigen ding gaan doen dus. En ik denk dat er nog een beetje meer zuur bij moet. Dus we gaan nog een beetje meer zuur creëren overal. Nou, ik doe het zo. En dan komt er zelf wat meer. Ja, oké. Helemaal mooi. En ondertussen, hoe gaat het hier met de... mijn tel zit onder het... Ga verdammen. Kijk, ik ga koud bij wacht eventjes. Oké, bakzijntjes. Dat is niet goed. En ondertussen was er een jongen geboren. Een zeer speciale jongen. Het was een echte man. Hij was dik en hij was een mijne. En die ging ervoor. Kijk, deze strijd dat is gaan. Hij gaat ervoor. Hij volgt zijn maatje. Ik dacht niet kennen. En je bouwt een huis. Hij bouwt een huis. En toen werd hij afgeleid. En moest hij ergens anders gaan hameren. En moest een collega helpen. Maar helaas, voor die man was wel het einde. Want er kwam vuur. Er kwam een vuur. Een bliksem. En boom. Er ontstond een grote bliksemstraal. En alles stond in de fik. En met alles doe ik alles. En iedereen vloog in de fik. En wat gaan ze doen? Ik dus nadat we ze allemaal in de lucht gaan gooien. En ik heb bakzijntjes. Ze zijn wel gezegend omdat ze nu in vuur zijn. En waar gaat die heen? Waar gaat die heen? En oh nee, dit is een zombie. Er is nou echt een kwaadaardige zombie, maar waar gaat die heen? Want deze die gaan gevechten met de zombiewagen. Of later. Zombie, waar ga je heen? Die is Piet. Beste zombie. Wat ga jij doen? Hij gaat voor. Hij gaat er echt heen, maar waarheen gaat hij niet? Hij is een kindje. Die met rood haar. Oké, de zombie die gaat erop af. De zombie die gaat hem strijden. En En zijn nu nog gedisfectideerd? Ja, en een van hun is al geactiveerd. En oh nee. De apocalypse dreigt ooit te breken. Ja. En oh, nog één. En oh, daar is de eerste al. Daar is de tweede al. Maar zei je lijkt ook dat zo het einde van de wereld gaat naderen. Kijk dit anders. En de koning is ook bijna gestorven. Kijk dit anders. Oh, waar komen zombies vandaan? En hoe gaat het met de orks? Redelijk goed op het wasteland. En die gaat ook heel goed. En deze... Die zijn gewoon... Ik ga hier weg. En ik mag zeggen, ze proberen dingen te herpalen. Maar ze gaan een beetje moe van die zombies. En het lijkt erop dat er nog steeds meer bij komen. Ik heb pas gezegd. Maar ik denk dat nu het eind van de video is. En dat het wel goed genoeg is. Deze video. Dus dan gooien we zoals gewoonlijk. Gooien we overal een lampje neer. Dan denk ik, nou ja, dat is gewoonlijk. Dat had je in de vorige video gedaan een keer. Is hij wel online gekomen een keer? Weet ik eigenlijk niet eens. Vindt het ook landmijnen? Ja, dat zijn dus landmijnen. Zijn geopend te krijgen. Maar ik zei het in de video. Dus like en abonneer. We zien je weer de volgende keer. Woe!